Ja, meer licht in je huis. Veel mensen willen het. En daar zijn prachtige oplossingen voor. In de vorm van serres, schuifpuien en lichtstraten. En vanuit de studio in Baren gaan we naar Buscher Serrebouw. Heen en Martine wilden een mooie serre bouwen. Echt een multifunctionele ruimte die ze het hele jaar door voor allerlei doeleinden kunnen gebruiken. En dus gingen Martijn en zijn team aan de slag met de woonwensen van Hein en Martine. Zij brachten dit samen in een geïsoleerde aanbouw. Met een visualisatie zagen Hein en Martine voor zich hoe het eruit zou komen te zien. Wij kwamen op het idee van de serre doordat wij... Dit was een terras op het noorden en eigenlijk gebruikten we dat nooit. Dus dachten we, hoe kunnen we nou een mooie echte extra leefruimte creëren? Met veel lichtinval en gezelligheid en... Nou, eigenlijk hebben we dat op deze manier nu gecreëerd en we zitten hier heel veel. De uitdaging voor dit specifieke project lag er in het feit dat deze aanbouw op het noorden ligt. Hierdoor moeten we heel erg uitkijken dat we voldoende daglicht in de bestaande woning houden. Wij hebben dit gedaan door de lichtstraat, dus de daglichtvoorziening in deze aanbouw, zo strak mogelijk tegen de woning aan te zetten, zodat we zoveel mogelijk licht in de woonkamer houden. Een uitdaging in het project was echt de zichtlijnen van binnen naar buiten. Dat je echt de tuin ook goed naar binnen blijft brengen. Dat je zoveel mogelijk glas hebt in de pui. Dan heeft Buscher ook heel erg in meegedacht. Ook doe de loopdeur apart. De breedte van de pilaren. En hoe vertaalt dat zich dan aan de deuren die je al hebt? Om een multifunctionele ruimte te creëren is mijn tip gebruik een vouwwand. De vouwwand is multifunctioneel. Je kan de vouwwand openzetten, helemaal dicht doen. Als je hem helemaal dicht doet, is hij volledig geïsoleerd. En dan kan je hem eigenlijk helemaal bij je woonhuis gebruiken. Deze ruimte is hierdoor uitermate geschikt om het hele jaar door volledig van te genieten. Je kan er met vrienden zitten, je kan thuis werken, je kan lekker alleen bij de haard zitten. Nou, de eerste keer dat we de serre zagen, dachten we echt, nou, dit is helemaal wat we wilden. De lichtinval. En we zijn daar heel gelukkig mee. Het grote verschil van toen de serre nog niet was, is eigenlijk, het was een tuin op het noorden, het is een terras op het noorden. We zaten hier vrij weinig en nu zitten we er eigenlijk altijd. En het heeft niks uitgemaakt voor de tuin, want het terras is natuurlijk eigenlijk net zo groot gebleven. Alleen, nu kun je winter, zomer altijd gebruik maken van deze ruimte. Wij hebben hier echt, vind ik ook, een hele mooie aanbouw gemaakt. Met een mooie lichtstraat, met die doorgaande puien naar de zijkant toe. Waardoor je heel natuurlijk licht in je woning creëert. Daardoor lijkt het alsof die losgeknipt is van de woning. Dat is ook een heel sterk punt van deze mooie aanbouw. En natuurlijk de vouwwanden die wij hier hebben geplaatst. Ja, omdat ze complimenten krijgen van u, omdat dat is gewoon fantastisch. Daar doen we het voor. Ja, heel leuk. Ja, wij leven hier eigenlijk alleen nog maar. Dit is de ontbijtkamer, de eetkamer, de studeerkamer, de speelkamer, de alleskamer. En we zijn hier eigenlijk altijd. Wil jij ook het buitenleven naar binnen halen? Kijk hiervoor op onze website.